Zal ik het nog een keer doen? Ja, ja. En drie keer is Schijntweg. Met drie flinke monkerslagen op een paal deed wethouder Jan Hoek vanochtend de opening van de wildplukroute Almere. Een bordje op de paal geeft de route aan. Als beloning voor de opening kreeg wethouder Hoek een brownie die gemaakt is van Almeerse hazelnoten. Ja, Almere is om op te eten. Ja, je kunt heel veel verschillende dingen uit de stedelijke natuur in Almere eten. Kijk, komt er nog één uit. Pruimen, komkommers, maar ook gewoon hazelnoten die je hier in het centrum volop vindt. Op meer dan 12 locaties is in Almere op Wereldvoedseldag speciale aandacht voor gezond eten. Het brengt gezond voedsel onder de aandacht van mensen. En dat is gewoon belangrijk omdat wij lang niet altijd zo gezond eten als goed voor ons is. Tegelijkertijd laat het ook Almere als voedselstad zien. Het is natuurlijk een stad waar heel veel gebeurt met de Eres Hogeschool, met de Flevo Campus. En dat is ook iets moois om te onderstrepen. Maar niet alles is te eten, zegt Valerie Bos van de organisatie. Deze aantrekkelijke rozenbottels bijvoorbeeld. Ik denk dat deze rozenbottel specifiek niet te eten is, maar... Oei, staat dat er dan wel bij? Nee, ja, daarom moet je dus goed op de bordjes kijken die we overal plaatsen. Op het enige bordje bij het plein staat alleen iets over de hazelnoot. Als je fruit ziet aan een struik, moet je niet zomaar iets gaan eten omdat je denkt, oh, dat is fruit, dus dan kan ik het eten. Check altijd even een bordje of google het even. Je vindt op het internet heel erg veel websites en plaatjes waar je informatie kunt vinden. Maar er valt meer te beleven, zoals hier in Almere Haven. Workshops, wildplukroutes... Kookdemo's, demonstraties, echt van alles. Ja, en hij moet echt aan de kook komen. Ja, en als hij dan kookt, dan gaat hij geleisuiker werken en de specerijen. Kookboekenschrijfster Nadia Zerouali is met een wildplukclubje lokale jam aan het maken. Ja, wat hier in het pannetje zit, is dat gelooft bijna niemand, maar in Almere groeien mirabellen. En mirabellen zijn een soort pruimen en we associëren mirabellen helemaal met Frankrijk en zo. Wij zitten bij een Almeers wildplukgroepje en daarmee hebben we deze mirabellen geplukt. En er is ook nog een nieuwtje te melden. Nou, dit is polderpopcorn en dat is best wel bijzonder, want dat is popcorn gemaakt in Almere met Almeerse ingrediënten, namelijk algen. Die kweken we hier ook in de stad en ik wil iedereen uitnodigen om het te komen proeven. Het is gratis op alle locaties en ik denk morgen dat je bij de Black Cockatoo in het centrum van de stad, leggen we de laatste stapjes voor je neer. Ja, nee, want kijk, zelfs de aankleding van onze tent is eetbaar. Dit is gewoon laurier. Dus dat zit in ons inmaakwater voor de komkommer.